COVID-19-gevallen in de buurlanden van Suriname zijn aan het stijgen. Dat liet minister Umar Ramadien van Volksgezondheid gisteren weten in het parlement tijdens de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2024. Er is in de regio een alertfase voor wat betreft COVID-19. De bewindsman zegt dat zijn departement de situatie volgt en voorbereid is op een mogelijke stijging van COVID-gevallen in Suriname. Maar vooralsnog tot heden, voor ik de presentatie deed, zou doen, is een situatie dat er inderdaad veel griepachtige verschijnselen bij personen voorkomen. Die rapportage krijgen we vanuit de eerste lijn. In het ziekenhuis hebben wij afspraken dat iedereen met COVID-achtige verschijnselen wordt getest. En dat ziet er gunstig uit op dit moment. Geen dreiging, personen op de intensive care en andere ontwikkelingen wat betreft COVID. Maar in de wereld zien we natuurlijk wel een toename van 52% van nieuwe besmettingen. Weliswaar met een afname van 8% van sterftegevallen. De bewindsman geeft verder aan dat van de laatste Omicron-variant van COVID-19 er nu 5 varianten van interesse zijn. Geen van deze varianten lijkt op dit moment een ernstige dreiging te vormen, volgens Ramadien. Maar wij houden de cijfers via de ziekenhuisopnames bij. En feit is wel dat wij het advies nog steeds geven van preventieve voorzorgsmaatregelen, mondmaskers bij ziek zijn, handen natuurlijk nog steeds goed reinigen en indien het niet nodig is, niet in grote getallen bij elkaar te komen, zeker als je daar personen hebt met griepachtig verschijnselen. Minister Ramadien benadrukt dat het beleid vooralsnog gericht is op preventieve maatregelen.